verliezen, hoe zuur is het om na zo'n goede match met 0-3 te verliezen? Ja, het spikt toch wel een beetje, want ik denk dat we op zijn minst een set hadden verdiend. We spelen zeker de tweede en de derde set heel goed mee. Ik denk dat we goed blijven vechten zijn en eigenlijk een mooi spel gehaald hebben. En dan is het jammer dat je niet één setje kan meepikken. We wisten natuurlijk dat Italië een heel pittige tegenstander is. En die hebben heel veel aanvallend geweld, zoals ook bewezen is. Die opposit slaat gewoon over ons heen soms. Dus ja, wij moesten ons best zijn en zij moesten wat steken laten vallen. En helaas was het net niet voldoende van beiden. Gert van den Broek, een grote ontgoocheling, die 0-3 tegen Italië? Een ontgoocheling qua resultaat. Ik kan niet ontgoocheld zijn over de manier waarop we gespeeld hebben. Ik denk dat het onze beste match was van de vijf. Goed verdedigd, met heel veel overgave gespeeld. Veruit onze beste wedstrijd. Maar ja, aan de overkant staat natuurlijk niet zomaar een team, staat Italië. Een autoriteit, een wereldautoriteit in het volleybal. Met dan een Egonu die op cruciale momenten een verschil kan maken. Maar ik vond ook dat wij voldoende aanvalskracht hadden. Ik vond ons echt heel sterk. Alleen missen we een aantal cruciale punten en krijgen we een spijtige reeks tegen in die tweede set. Als dat niet gebeurt, dan zijn we nu nog aan het spelen en zijn we ons aan het kwalificeren voor het WK. Vandaar een grote ontgoocheling, maar niet wat betreft de geleverde prestatie van mijn ploeg, want die was heel goed. 0-3 lijkt altijd heel zwaar, maar ik denk als je de setstanden ziet en het setverloop ziet, dat we het eigenlijk goed doen. Ik denk dat we een mooie prestatie neerzetten en ja, het is nu even heel teleurstellend. Maar ik denk dat we een wedstrijd neerzetten, een niveau neerzetten dat we sinds lange tijd niet hebben kunnen brengen. Dus ik ben zeer tevreden en zeer trots op mijn team. Herkansing in het tweede toernooi wordt zo mogelijk nog moeilijker. Wat moeilijker dan dit bestaat niet, denk ik. Dus, maar dat wordt sowieso ook heel moeilijk. Er zijn twee plaatsen. Wij zijn de zevende ploeg in Europa. Er gaan 8 ploegen. Maar er is één ploeg bijgekomen die we niet verwacht hadden, namelijk Holland. Dus die nemen al één plaats in. Dan zijn we eigenlijk de 8e ploeg die zich nog kan kwalificeren. Dus de logica, als we die kunnen respecteren, dan hebben we daar een goede kans. Maar natuurlijk landen zoals Bulgarije. Ook Griekenland dat aan het opkomen is. Tsjechië niet vergeten. Een land dat we veel gaan tegenkomen de volgende dagen. Dat zijn heel zware tegenstanders. Dat wordt een heel zwaar toernooi. 5 heel zware dagen. Wij gaan nu in de World Grand Prix aan een aantal details werken. Laura, Lisse en Valerie zullen rust krijgen. De anderen gaan er hard tegenaan. En zij vervoegen de groep begin augustus. En dan hopen wij klaar te zijn voor die heel belangrijke wedstrijd, voor dat heel belangrijke toernooi.